Goedendag, ik ben Vandra Franti van de Hostellerie Saint-Nicolas in Alverdingen, de zijgemeente van Ieper. We hebben de 2 sterren in de Michelin-gids en vandaag gaan we dus een gerechtje maken voor Pegase. Goedendag, vandaag gaan we dus een gerechtje maken dus, met blauwe leng en 2 purées van knolselder en van witte wortel. Dus we gaan dus die puree van de gele wortel dresseren met enkele puntjes in verschillende groottes. Dus daarbij gaan we ook de puree van knolselder erbij voegen. Dus we gaan het ook uitstrijken dus met een borstel, zodat we een fijn lijntje krijgen. Dat zie je dan de blauwe lengfilet, die we lichtjes gehaard hebben, dus in de reuner, gedurende een tiental minuutjes. Dus die is omwikkeld met een fijn laagje handenham, dus voor de smaak ook. Dresseren we op het middel van het bord. Dus we gaan het afwerken dus met een heel klein beetje gebrande gele wortel. Dat geeft dus een lichte gebrande smaak. Dus we hebben ook een sponge cake gemaakt dus van lavas en dat is een wilde soort selder ook, dus die er enorm goed bij gaat. Dus we hebben ook dus een geleetje gemaakt dus van hele wortel en knolselder. Dat hebben we samen dus gebonden met een klein beetje agar-agar, dus dat we kunnen opwarmen naar een 70-tal graden. Dus dat we ook gaan gebruiken als garnituur op het bord. En dat gaan we ook afwerken met een heel klein beetje muurkruid. Dus dan op smaak brengen met een klein beetje olijfolie en een beetje limoenzuur. Dus we hebben dus de jus lichtjes opgeschuimd. Hier dus op basis van gevogelte jus en beurre noisette. Dus dan over de vis gaan sprenkelen. Dus en dat gaan we nu afwerken dus met een lauwe mayonaise van knolselder. En dat werken af met een heel klein beetje gedroogde tomaat. En een scheefje wortel. Alsjeblieft.